Keros, Christophe hier. Ik moet jullie iets heel moeilijks vertellen. Net zoals jullie ben ik al heel mijn leven supporter van Kortrijk. De VK, mannetjes toch. Geboren in Kortrijk en opgegroeid in het kleine Staatshem. En nu hier in eerste klasse spelen, op 10 minuten van mijn ouderlijke thuis. Daar had ik zelfs als kind niet van kunnen dromen. En wat zou die kleine Christophe nu aan niet denken? 8 seizoenen bij deze fantastische club, een echte familieclub. Fantastische tijden meegemaakt, samen met de supporters. Al die zegens tegen de boeren. Het patatje tegen Anderlecht. Het vatje op de kouter. Dus daarom van mij een gratis vat. En nu zelfs die kapiteinsband mogen dragen. Dat maakt me echt heel trots. Maar de laatste tijd heb ik vaak zitten nadenken. Sinds enkele jaren sukkel ik met mijn heup. En die pijn gaat maar niet weg. Maar toch blijf ik strijden, zoals jullie mij kennen. Alles geven, en soms zelfs te veel. Na een zware week en wedstrijd zien enkel mijn vrouw en Jeroemke hoe hard ik afzie. En op een bepaald moment moet je luisteren naar je lichaam. En dus heb ik een heel lastige beslissing moeten maken. Op het einde van het seizoen stop ik namelijk met professioneel voetbal. Met pijn in het hart, het spelletje dat ik o zo graag speelde, en nog steeds. I hate losing now, you have to fucking win to look up. I don't want to go in second division, you have to kill him, first minute, okay? De komende 6 maanden zal ik sowieso alles blijven geven voor deze prachtige kleuren. En er alles aan doen om KVK in eerste klasse te houden. Ik blijf hoe dan ook een kerel, voor altijd.